Was jouw moeder trots op jou? Ik denk het wel, uiteindelijk, ja. Uiteindelijk? Ja. Ja. Nou, ze zei het niet zo, maar ik voelde wel dat ze het goed vond wat ik deed. Of probeerde, weet je wel. Ja. Ja. Ja, ben je ooit klaar met je ouders? Marcel Musters maakte in 2004 samen met Maria Goos een geweldige voorstelling, Smoeder. Aanleiding was toen het overlijden van de moeder van Marcel. En nu zijn we 15 jaar verder en is er een nieuwe voorstelling, Smoeder, 15 jaar later. En die gaat over anderhalve week in première. En er komt ook nog een film met Marcel Musters in de bioscoop vanaf 4 april. En die gaat ook al over familiebanden. God only knows. Wat belangrijk is voor Thomas is dat er rust in de tent komt. Ik ben dood, man. Voor de 10.000ste keer. Thomas kan dat alleen. Je zegt niks. Je doet normaal. Je zegt niks. Hey. Kom jij nou doen? Leuk. Wat doe je nou, Thomas? Het ging gewoon even niet goed. Even niet goed? Maar het is nu... het gaat al wel. Het gaat wel en dan spring jij op klaarlichte dag in een koude gracht. Die ook alweer over familiebanden, vroeg me wel af, daar heb je kennelijk iets mee. Ja, wie niet? Of... Ja. Als je familie hebt. Ja. Je moet ermee dealen, zelfs met je moeder. Je kan wel zeggen, je hebt iets met je moeder. Ja, iedereen heeft iets met zijn moeder. Nou ja, sommige mensen maken daar korte metten mee, andere mensen... Maar dan daar... heb je heel veel met je moeder, want die korte metten duurt heel lang voordat je die korte metten hebt gemaakt. Dus je gaat een hele geschiedenis met je moeder door. Ja, maar jij bent nog bijna 60. Je zou zeggen, nou ja, hè? Is het een keer klaar of niet? Ja, denk jij nog veel aan jou? Ja, ik denk heel veel aan mijn moeder. Ja? Maar ik heb ze is in die zin leeft ze gewoon nog door in mij, weet je wel. En met zo'n voorstelling komt er natuurlijk heel veel weer naar boven. Maar het is niet meer zoals 15 jaar geleden dat je er zoveel verdriet van voelt. Het is normaal dat je moeder sterft. Dat we allemaal sterven. We hebben een soort angst voor de dood. Daar worden we ook eigenlijk mee opgevoed. Terwijl als we dat nou niet waren, dan was het eigenlijk allemaal een stuk makkelijker. Was het leven eigenlijk leuker? Eigenlijk wel, ja. Want alle ellende die mensen hebben doordat iemand doodgaat. Terwijl we allemaal weten, we gaan allemaal dood. Ja. Leeft jouw moeder nog geworden? Mijn moeder leeft nog, ja. Over trots gesproken, die loopt ook naast de schoen als ze de dochter ziet. Nou, die zegt tegenwoordig dat ze het ontzettend druk heeft, want ze wil alles op tv van mij volgen. Dus ja, en zoiets als met Prinsjesdag, dan zit ze met vriendinnen met lekkere broodjes al voor de tv klaar en zo. Dit is jouw moeder, denk ik, of niet? Ja, dat is mijn moeder toen ze jong was, ja. Nou, dan maak ik het even compleet, met Nico ook. Ja, jouw mijn moeder? Ouders leven alle twee niet meer. Ik ben ook al 65, dus dan is het, hè, wat Marcel zegt... Ja, de normale gang der zaken is dat je als kind je ouders overleeft. Zijn rond 2000 alle twee op 83-jarige leeftijd overleden. Mooie kerel. En zoals iedereen zal zeggen, had ik natuurlijk de beste en de fijnste ouders. Ze waren boer en boerin, denk ik, of niet? Zij hebben een boerenbedrijf gehad tot eind jaren 60. Maar dat was de tijd waarin het allemaal groter moest worden. En SP, dat vonden ze goed? Nou, daar waren ze in het begin wel wat sceptisch over. Maar dat slaat dan juist om. Enorm sceptisch van een rare partij. Hè. Heel vroeger stemde je natuurlijk als Brabantse boer KVP. Ze waren inmiddels wel van de PvdA geworden. Maar dan die SP en... Toen ik een aantal jaren in de gemeenteraad zat en wat dingen bereikt werden... Ja, dan zag je die trots groeien. Wat was jouw moeder voor iemand, Marcel? Een gewone Brabantse vrouw, een zus van vijf... Ze heeft vijf zussen, een heel groot Brabants gezin. Altijd bij de kinderen thuis geweest, ook als werkster geholpen... in een pannenkoekhuis gewerkt. Maar vooral met de vier kinderen bezig, de vier jongens. Ja, wat voor relatie had je met hem? Ik had wel een fijne relatie met haar. Niet ingewikkeld? Nee, niet ingewikkeld. Je zou zeggen ingewikkeld, dat levert stof voor voorstellingen. Ja, maar alles kun je ingewikkeld maken. Hè? Dus zelfs... nee, dat is geen probleem. Jij hebt jezelf eens... Hoe oud was jouw moeder toen? Ze... Mijn moeder was 69. Ja, niet zo oud. Ja. Ja, mijn vader 49. Dat is al zo lang geleden. Je hebt jezelf wel even iets anders. Je hebt jezelf wel eens een succesvolle mislukkeling genoemd. Ja, omdat ik hou niet zo van die mensen die alleen maar succesverhalen op durven. Want het is gewoon niet zo. Elk leven, elk mens moet door fases heen. En die zijn niet allemaal makkelijk. En we zijn allemaal gewend om ons image... Ach, kijk, dat is leuk. Dat is leuk. Dat was jij toen je nog geen image had, denk ik. Ja, met het witte kopje aan de rechterkant. Oh, ja. Prachtig, hè? Nee, maar we moeten overal... ik denk dat je van elk verhaal van een mens een goed verhaal... een succesvol verhaal kunt vertellen en een loser verhaal. Ja, en dat loser verhaal heb jij ook. Maar als je zo op het oog... Je bent druk, je hebt films, je hebt voorstellingen... Maar druk is helemaal niet fijn, hoor. Druk is niet fijn. We doen net of dat fijn is, want dat hoort erbij, maar dat is niet fijn. Want dan heb je niet genoeg tijd om te reflecteren. Maar waarom doe je het dan?
Omdat ik te vaak te snel ja zeg tegen iets. Dus mijn nee is mijn nieuwe ja. Ik ben nu veel nee aan het zeggen. Ja, maar het tegen ons zei je vandaag toch ja. Dank daarvoor. Ja, want, ja, maar zo gaat het dan, weet je. Dan denk je, ja, laat ik dat maar weer doen. Ja. Ja, nou ja, zo. Die film, God Only Knows, die komt op die 4 komt 4 april in de bioscoop. En wat kunnen we daarvan verwachten? Nou, hij ging in de première in het Internationaal Festival in Rotterdam, wat een heel prestigieus festival is. Ja. En dan was hij 16e van de 160 films, zijn eerste Nederlandse film. Zo. Het gaat over twee zussen en een broer. En die broer draait door. Hij is een onderzoeksjournalist. En die draait door van alle toestanden in de wereld. Is op de computer aan het kijken. En zijn zussen vangen hem op, maar ieder op hun eigen manier. Het gaat heel erg over hoe ongegeneerd je met je broers en zussen soms komt ingaan. En hard kunt zijn, ook, maar ook heel lief. Dus het is een vrij intense film. Ja, ik vind hem heel mooi geworden. Ja, ja, 4 april, vanaf 4 april in de bioscoop. Ja. En dan 22 maart gaat jouw voorstellingsmoeder 15 jaar later in première. Ja. Kun je vertellen hoe het perspectief verschoven is in die 15 jaar? Dat zei je net al een beetje. Ja, de afstand is groter. Ja, dus, ja, er zijn zoveel mensen. Het praat een beetje makkelijker eigenlijk. Nou, en de dood gaat maar door. Ik bedoel, ik heb intussen nog wel, ik denk wel 10, 15... mensen verloren, weet je wel. Maar, nou, mensen die heel dichtbij staan. Dus de dood verandert je. De dood van mijn moeder is prima. Mm. Weet je wel? Ik heb fijne tijd. Ik verwijt mijn ouders ook. Ik had een moeilijke relatie met mijn vader, maar die stierf op zijn 49ste. Heel lang heb ik nog gedacht. En nu de laatste jaar denk ik, nee, die man heeft zijn best gedaan. Die was 28, had 4 kinderen op zijn 28ste. Moest werken. Weet je wel, die was heel anders. Dus ja, ik vind, ze hebben hun best gedaan. Ja. Nico? Vond jij het ook zo'n rare gewaarwording? Tenminste, voor mij was dat wel toen mijn laatste ouder stierf. Het gevoel dat je geen kind meer bent. Dat je niet meer iemands kind bent. Dat hakt er toch net iets dieper in dan. Nou, dat is grappig, want in de voorstelling gaat dat. Maria Gozi heeft het erover. Mm-hmm. Toen dat gebeurde bij haar, haar moeder doodging. Toen heeft ze een jaar of maandenlang door de straten gezwalkt met een koptelefoon. Want ze was boos dat die moeder haar zomaar had verlaten. En dat ze niet meer op een bankje kon. En, Het is wel zo. Ja. Nee, ik zeg dat ook tegen mensen, wil ik dat horen. Denk je, vergis je er niet in, dat doet meer met je. Ja. He, want, nou goed, mijn ouders 83, dat was op zich nou helemaal niet zo'n verkeerde leeftijd. Dus ik dacht van, ach joh, dat, nou ja. Maar nee, dat is toch even een verweest gevoel, ja, om het zo maar te zeggen. Wordt het net zoiets als 15 jaar geleden, Marcel, die voorstelling? Ik denk dat die mooier wordt eigenlijk zelf. Achter een tafel, tegen elkaar aanpratend, want dat was het, hè? Nou, eigenlijk tegen elkaar en tegen het publiek. Ja. Het is een hele open vertelvoorstelling. Maar is die al klaar? De tekst is helemaal klaar, maar ik heb hem nog niet helemaal in mijn hoofd. Oh, dat elke dag dat is ook zo'n dingetje, hè? Ja, man, 60 bladzijden. Oh, ja. En het moet lijken alsof we ter plekke verzinnen. Ja. Zoals ik nu zit te praten. Een spontaan gesprek. Maar dat is het niet. Het is helemaal een structuur. Maar dat doe jij ook graag, hè? Niet de acteur, maar ook Marcel zijn. Een beetje tegelijk. Ja, ik vind het altijd zo stom als acteurs. Mensen bewonderen acteurs altijd als ze helemaal iemand anders worden. Terwijl ik denk, ja, je bent jezelf en daar moet je het mee doen. Ja, en iedereen heeft in principe alles in zich. Alleen dat moet je naar buiten halen wat je voor die rol nodig hebt. Maar net zei je tussen neus en lippen door dat acteren, ach. Ja. Dat wordt minder. Ja. Wat wordt het dan? Documentaires maken, denk ik. Dat soort dingen. Waarover? Nou, ik heb net al een tijdje geleden met een Braziliaanse vriend, een advocaat in mensenrechten, een internetplatform gemaakt voor human rights. Maar we hebben daar gereisd in Azië. En hebben een platform gemaakt waar LGBTIQ people, lesbian, gay, transgender en nog die hele dingen. Ja. Die interviewen over de situatie in Azië. En dat gaan we zo in de hele wereld doen. En dat gaan we zien op tv? Nee, dat is nu te zien op internet notonlyvoices.org. Oké. Ja. Nou, die voorstelling waarvoor je hier zit, veel te zien in Brabant, maar je zei al op veel plekken uitverkocht, hè? Ja. Nou, dan moeten mensen maar even Op de site kijken. Ja, mugmetdegoudentand.nl, daar staat op. Mugmetdegoudentand.nl. Ik mag 2 keer 2 vrijkaartjes weggeven in overleg waar dat dan is. Smoeder 15 jaar later. En wil je in aanmerking komen, stuur dan je motivatie en je gegevens naar kraak@omroepbrabant.nl. En misschien word je dan wel uitverkoren om naar die voorstelling te gaan. De Smoeder 15 jaar later.